Goed, ons kyk naar die verbruiksfunksie. C is gelijk aan autonome C plus die grensverbruiksneiging besteedbare inkome. Nou die waarde van die grensverbruiksneiging word gegee as 0.9, so ons kan dit daar insit. En nou sê ons goed, wat gebeur met verbruiksbesteding as besteedbare inkome toeneem met 100? En dan sien ons een toename van 100 hier lei dan tot een toename van 90, dit is 0.9 maal 100 in die verbruiksbesteding. Hetzelfde nou, kyk ons na die besparingsfunksie, waar S is gelijk aan minus autoneme verbruik, plus die grens besparingsgeneigdheid, maal die besteedbare inkome. Nou die data wat ons het, is dat die besparingsgeneigdheid is gelijk aan 0.1, dis 10% van inkome. En dan sê ons goed, wat gebeur as besteedbare inkome met 100 toeneem? Wel, dan kry ons dat besparings gaan toeneem met 10. Met ander woorde, 100 toename in inkome lei tot 'n toename van 90 in verbruiksbesteding en ook tot 'n toename van 10 in die besparings in die ekonomie.